Dan gaan we eens kijken waar we terechtkomen, Ineke. Joepie. Joepie. Goedemorgen, Orno. Goedemorgen, Ineke. Nou, een beetje druilerig weer, hè? Andere kant is op slot. Maar mag je nakijken, altijd even checken. Ja, gaat hem nu niet dan filmen? Waarom niet? Ik zit nog in pyjama. Nou, pyjama. Zij ook. Nou, nog wat kleine dorpjes, denk ik. Dan zeggen wij het ook. Ja. 8 meter, bestemming bereikt. Nous sont arrivés. Nous sont arrivés, oui. Hey, Ineke, wat loop je al ver vooruit? Oh. Hoe is het met jou? Goed. Mooi zo. Met u? Uitstekend. Uitstekelbaar. Oh, we zijn in Frankrijk. Ja. Op een camping in Navarreins, zuiden van Frankrijk, aan de voet van de Pyreneeën, in de buurt van Pau, geloof ik, dat het ligt. Ja. We gaan naar Navarreins lopen, want we gaan even rondkijken gewoon. We zien wel. Het is redelijk mooi weer. Ja, het is 21 graden. Dus het is best wel warm. We moeten die kant op schep. Langs het zwembad. We moeten langs het zwembad. Ja, daar, dat zwembad, ja. Nee, hier. Nee. Echt wel? Echt niet. Echt niet. Oh ja, wat was de code ook? Oh ja, kunnen we er gewoon lopen doorheen. Maar goed, even Ineke en ik zoeken de ingang van het dorp. Ineke zegt dat we langs het zwembad moeten. Ik zeg het ook, maar niet dat zwembad, maar dat zwembad. Nee. We moeten daar langs. We moeten daar gelijk langs. Dus tot zometeen in Navarreins. De stadsmuren van Navarreins. Ik moet zeggen, het zijn behoorlijke muren. Ik loop alvast een stukje door. Ik loop alvast een stukje achteraan. Dan gaan we eens kijken waar we terechtkomen, Ineke. Joepie. Joepie. Ik denk in de stad zelf. Lijkt me logisch. Toch? Ja. Kijk, mooie toegangspoort. Gaan we daar maar eens heen. Le Gave de Oloron. Behoorlijke rivier. Daar staan nog wat meneren beneden. In goud. Trouwens, een weetje, Navarreins behoort tot de, een van de 50 plus belles villages de France. Oftewel de 50 mooiste steden, stadjes, plaatsen in Frankrijk. En we hebben er voor Navarreins al 2 gehad, zonder dat we het wisten. En dat is Courdon, daar zijn we al een paar keer geweest. En dan Saint-Soustière-de-Marie. Ah, oh, oui. Volgens mij uit mijn hoofd. Ja, zoiets, ja. Maar goed, dat zetten we er anders wel onder. Dus Courdon, Saint-Soustière-de-Marie en nu dus Navarreins. Dus daar hebben we 3 steden in Frankrijk gehad. Die behoren tot de 50 mooiste steden, dorpjes, plaatsen in Frankrijk. We gaan eens kijken of het dat predicaat verdient. Maar we houden natuurlijk wel, hoe heet het? Nou, hoe moet je dat nou noemen? Dit zijn mensen die er al geweest zijn, volgens mij. En nu komen wij er ook. Camping Beau Rivage. Oh, Camping Beau Rivage. Daar staan wij nu. En we gaan nu naar Navarreins zien. Navarreins, sorry. Historiek. Ja, jammer dat we het kaartje niet mee hebben genomen. Nee, dat is nou weer jammer.
Zullen we die kant zo langs de stadswal zo'n beetje lopen? Place des Caserens. Uitzicht. Kan jij het ook zien? Beter nee, klein. Ik moet op mijn tenen staan. Oh. Op de kat naar boven. Ik ben een beetje zinloos aan het filmen eigenlijk. Ja. We gaan. Ik heb dorst. Heb je dorst? Ja. Dan moeten we terug, denk ik, maar ik denk, volgens mij kon je hier niet naar beneden. Jawel, volgens mij wel. Oh, oké. Nou, volgens Ineke wel, dus dan gaan we naar beneden. Terwijl de kat zo aan komt lopen. Nee, hier kan je niet naar beneden in. Oh. Wel omhoog. Hier is het zwaluwnesten, of zo te zien. Daar liepen wij net langs, beneden. Doorheen. Nou, Ineke, vertel eens. Ja, het is een mooi dorpje dit. Mooi dorpje? Ja. Ja. Blijven hier 3 nachtjes. Ja. 1 nachtje hebben we gehad inmiddels. Ja, heerlijk geslapen. We gaan maandag weer verder. Ja, richting Bergerac. Toch? Richting Bergerac. Maar eerst hier nog even genieten van de toch wel goede temperatuur. Het is lekker warmer dan ik gedacht had. Ja, droog. We hoorden iedereen in Frankrijk roepen dat het zo regenachtig was. We hebben wel wat regen gehad al, maar het mocht geen niet echt een naam hebben. Nee, het is 22 graden en de lucht wordt toch redelijk blauw. Ja, en laten we maar wat gaan drinken. Ja, kijken of we iets kunnen vinden.
Goedemorgen, Orno. Goedemorgen, Ineke. Nou, een beetje druilerig weer, hè? Ik kan wel stellen, ja. Niet zo warm? Nee. We hebben de regen eindelijk ook gekregen. Ja, gisteren was het nog 24 graden, ja. Maar ineens sloeg het om. Ja. Nou, we zijn nu weer op weg naar Bergerac. Bergerac. Dat is 4 uur rijden? 4,5. Oké. En dat is niet zozeer de afstand, maar wel de... Tijd, ja, de wegen, denk ik. Ik ga eens even flippen, want de omgeving is ook weer geweldig. Ja, we komen trouwens van een hele leuke camping af. Camping Beau Rivage in Navarinx. Navarinx, misschien heb ik het al een keer gezegd, ja. Behoort tot een van de 50 mooiste stadjes van Frankrijk. Ja, maar het is inderdaad een heel leuk... Leuk stadje, ja. Heel leuk plek. Ja, is niet groot. Hele omringd door een hele stadsmuur. Ja. Maar echt aan te raden, leuke camping. Ja. Ja, voor degenen die gratis willen staan, kunnen er ook gratis staan, want het is vlakbij is staat een camper. Nou ja, parking, er zal niet veel voorzieningen zijn. Maar ik raad echt de camping aan, die is echt heel erg leuk. Ja. Zwembad, je kan de pizza eten. Ja. Nu was dat allemaal dicht. Ja, voor seizoen. Ja, het hoogseizoen is nog niet echt maar begonnen. Maar het is een leuk kleinschalige camping. Ja. Echt te aanraden. En in de zomer, als het echt warm is, is het ook vrij beschut. Er is veel schaduw, denk ik. Ja, dus in de zomer goed te doen. Ja. Ik denk voor een weekje met kinderen ook wel. Ja. Nou. We gaan weer verder. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo druilerig als het vanochtend was toen we weggingen, zo zonnig is het best geworden. Ja, klopt. Eens kijken wat een mooi landschap. Het is toch 19 graden en zonnig. Ja, een paar wolken. We moeten nog 40 kilometer en dan gaan we een uur over doen. Wow. Ja, jij zegt dan moeten we nog door Bergerac. Ik denk dat we dwars door de stad van Bergerac gaan. Is dat een grote stad? Ik heb geen flauw idee. Wat is groot? Ja. Kijk, Parijs is enorm, Londen is enorm, Amsterdam is heel groot. Ja. Daarbij vergeleken is Bergerac misschien klein. Oh, met een camper doorheen te rijden. Oh, kijk. Oh, Jeanne d'Arc-Marie. Ja. Nou, rij je niet te hard, toch? Nee. Ineke gaat de deur nog even op door slot doen. We gaan een stukje fietsen naar Colombier. Nou, een stukje, een uur. Heen en een uur terug. We gaan een rommelmarkt bezoeken. Van Colombier. En daar staan Erik en José ook. Ja. En op de terugweg gaan we nog een wijnkasteel bezoeken. Een château. Volgens mij is het zit dicht. Nee, andersom. Alles weer op slot. Oei. Mooi opgeborgen. Luiken dicht. Nee, die zit nog niet op. Oh. Oh ja, die moet nog even in, daarom had ik hem nog open gelaten. We staan nog steeds op een camperplaats bij Bergerac. Maar vandaag de laatste dag. Woensdag, hoeveel is het vandaag? 8 mei. Mooie zonnige dag. Eindelijk zou ik haast zeggen. Andere kant is op slot. Maar mag je nakijken, altijd even checken. Altijd even checken. Bon chef. We gaan. Ja. On y va. Zo, onderweg naar Colombier. Stoppen we hier even op de brug. Die over de... Dat is dan de Dordogne, hè? Gaat. Gaat naar de brug voor auto's. Dit is een brug voor... Fietsers en voetgangers, dus ook voor Ineke. Maar ik denk dat er een brug niet meer heel, voor ons nog wel stevig genoeg is. Ja, alleen ze willen er geen auto's meer op hebben, denk ik. Nou, ik kan me er wat bij voorstellen.
Maar goed, we komen daar vandaan. We reden net voorbij een zigeunerkamp. Nou, allemaal mooie nieuwe sleurhutten. Ja. En veel ook trouwens. Ja, roofvogels. Ik denk dat het zwarte wouw is. En ja, we moeten daarheen. We moeten nog best wel een stuk rijden, nog 3 kwartier volgens mij. We hebben 5,2 kilometer gefietst. Oké, dus we zijn een goed kwartiertje onderweg. Kun je weer een wouw in de lucht? Ja, maar eentje. Ja. We gaan even een stukje fietsen door de wijnvelden. Links en rechts, wijnvelden, wijnvelden, wijnvelden. Wijnranken, wijnranken, wijnranken. Bergerac zit in de regio Pays Charmant. Nou, bonjour. Oh, ze is buiten adem. Ja? Wijn, 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 wijn. En een mooi uitzicht. Zo, hè? Ik zit er best hoog, denk ik. Ja. Hier weer even stoppen, want dan kan ik hem weer uitzetten. Het is toch een beetje te gevaarlijk, vooral als we naar beneden moeten. Ja. En waar zijn we nu dan beland? Op een rommelmarkt. Franse rommelmarkt. Ja. En echt heel groot. Huge. Dit zie je in Nederland echt niet. Nee, zo groot is het als het hier is. Ja, en dan zijn we nog niet eens helemaal overal gaan geweest. We veel verder. Maar ja, je kan je huis hier wel mee inrichten, denk ik. Ja, ik denk dat je alles wel vindt wat je nodig hebt voor een huis. Kijk, daar hebben we José. Bonjour. En Erik. En daar is Ineke ook. Maar het is druk ook. Ja. Mooi weer. Mooie route gefietst. Mooi huis trouwens. We staan op het landgoed van die meneer die daar woont. Of mevrouw en mevrouw. Dus geen probleem. Nou, Ineke gaat nog wat kopen, denk ik. Nee, alles is gewicht, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, niet zo van verschrikt. Ja, gaat hem nu niet dan filmen? Waarom niet? Ik zit nog in pyjama. Nou, pyjama. Het is donderdagochtend, het schijnt Hemelvaartsdag te zijn. Ja, daar hebben wij niet zoveel erg meer in al die dagen. Nee. Behalve als je ziet dat de winkels dicht zijn. Ja, en dat betekent dus dat de winkels dicht zijn. Ja, maar misschien de grote supermarkts niet. Nee, denk ik niet. Nee. Maar goed, dat maakt ook niet zoveel uit. Dan eten we vanavond lekker gewoon een broodje. Stokbroodje. Stokbroodje. Nee, petit pain hebben we nog ook. Oh, ook nog. Oh ja, maar stokbrood moet hier stoppen. We staan nog steeds in Bergerac. Ja. We gaan over een klein uurtje rijden. Ja. Rijden. Dan gaan we naar een oud collega van mij. Die hier ook heel dichtbij schijnt te wonen. In Saint-Étienne-Ville-Réal. Dat is ongeveer een half uurtje rijden hier vandaan. Wordt nog wel even spannend, vlakbij zijn huis. Maar goed, er zijn meer campers geweest bij hem, dus dat gaat wel lukken. En dan, daarna gaan we naar camping, minicamping Le Petit Lande. In een plaatsje waar ik de naam nu even van me ontschoten is. Jory nog wat. Ja. Maar dat doen we de straten er wel bij. En daar blijven we eventjes. Ja. En hoe lang het ons bevalt, en dan kijken we wel. Als het ons niet bevalt, gaan we weer weg. Maar het schijnt een leuke camping te zijn, dus een aardige eigenaar. Dus nou, ik zou zeggen bijna wat we niet mogen zeggen. Later. Tot later. Tot later. Zo, hey, hallo Onno. Dag Ineke. Hey, wat gaan we doen? We gaan weg. Ik ga de deur dicht doen. Oké. En dan rijden we naar de betaalpaal. Ja, waar iedereen moeite mee heeft. Ja, oké. Dus kijken hoe dat. We moeten achteraan aansluiten in de rij, zie ik. Nou, nog even langs de betaalpaal. Alleen moeten we wel in de rij staan. Maar het is een heerlijke dag. Het wordt 25 graden, dus wie maakt ons wat?